Aan het Schipperspad langs de Graaf Engelbertlaan hebben woensdagochtend leerlingen van de basisscholen Jacinta en de Zandberg samen met wethouder Jeroen Bruins twee bomen geplant. Het planten van de bomen gebeurt in de Bredase Bomenfeestweek. In deze week gaan meer dan 750 leerlingen uit de groepen 7 van de Bredase basisscholen naar buiten om aan de slag te gaan in de natuur. En ook om er wat van te leren. De Bredase Boomfeestweek is er voor om kinderen al heel vroeg de waarde van natuur en hoe mooi onze bomen, maar ook alle beesten hier zijn, mee te geven. En het helpt natuurlijk heel erg mee aan die ambitie die we als stad willen zijn. Stad en een park, groen, grensloos en gasvrij. En daar hoort het echt bij om die kinderen dat nu al mee te geven. De kinderen hopen wat van op te steken, maar voor een enkeling kan dat wat veel zijn soms. Ik hoop dat ik gewoon leer hoe bomen plant. Lekker in de natuur zijn en gewoon met scheppen graven. Ik denk dit ook wel over de vogels. Bomen planten, dingen planten, hoe het werkt, hoe het groeit, alle dingen groeien. Ja, dat wel. Ja, op zich wel, maar soms dwaal ik wel een beetje af, want soms wordt het wel een beetje saai. Breda wil in de toekomst een stad in een park zijn. Dit soort projecten moeten bijdragen aan het vergroenen van de stad. Ik moet zeggen dat ik zie dat er steeds meer enthousiasme in de stad daar zelf voor komt. Allerlei initiatieven, maar ook dat we als gemeente met deze projecten zoals vandaag weer een stuk natuur toevoegen. Maar ook direct op allerlei plekken groene straten en pleinen gaan realiseren. Dus daar wordt echt werk van gemaakt. En je ziet langzaamaan dat Breda nog meer een stad in een park is dan dat we eigenlijk al zijn. Zo'n bomenfeest is leuk, maar komen die kinderen ook zelf wel eens buiten? Of zitten ze alleen maar op de bank TikTok te kijken? Nee, ik kom best vaak buiten, ook met mijn neefjes naar het bos of zo. Ja, best vaak wel. Nee, ik ga best wel vaak buiten spelen, want ik vind het ook heel leuk. En ja, met mijn vrienden meestal dan.